Nou, ik ben dus nu bij het ontbijt en dan kom ik meteen deze tegen. Goedemorgen. Nou, we hadden gisteren dus fotoshoot van Nike en dat was echt super vet, super leuk. Alleen nu hebben we dus ook nog een cadeautje gekregen. Dat kan niet beter, toch? Dus ja, ga even kijken wat dit allemaal is hoor. Ik vraag me altijd af hoe vloggers dit doen, want hoe komen ze altijd zo perfect in beeld? Maar mijn hoofd staat er heel voor de helft op. Nou, dat is best oké, denk ik. De chocola voor de kitmanager. Bobby. Vindt die heerlijk. Oeh, parfum. Ik denk, dit is ook een... Oh. Het is helemaal geen parfum met zijn kaarsen. Nu ben ik onderweg naar Lieke, maar Lieke heeft natuurlijk ook de Nike shoot gehad. Dus waarschijnlijk is ze dit pakketje zelf ook opengemaakt. Maar we zullen zien, misschien niet. Ik voel dat er iemand aan. Wie hebben we nodig? Waarom? Hé, hey, hey, welke chocola heb jij? Ik Nou kijk, zij heeft het ook net het pakketje gehad. Heb je dit ook al opgemaakt? Even kijken wat zij denkt dat het is. Zeker. Ja, een bruisbal. Een bruisbal? Ja, dat denk ik. Oh, parfum. Ruikt ook lekker. Het is een kaarsje. Wat denk jij nou? Dat jij overal maar binnen kan komen om de puinhopen te filmen? Het is privé. Ik zei dat als je aan het vloggen bent, betekent niet dat je de hele dag met dat ding rond hoeft te lopen. Dat betekent dat je een aantal momenten uitkiest. Daar leg je de focus op. Net als wat je in het voetbal doet. Hurrah. Met wie slapen wij? Wij slapen met Merel en die is aan het facetimen. Ah. Ik het al? Oh, ik ben aan het facetimen met mijn zus, die heeft een kater. Ik wil wel weggaan, maar dit vind ik leuk. Dit is de vlogcamera van ons oranje. Heb je moeten spouwen? Hey. Hi. Ik heb een kater. Hey, ik heb... Ze denken niet gewoon dat jij dit bent hoor, Merel. Nou, dit is dus echt altijd op trainingskamp. Dan moet ik alle verhalen aanhoren van hoe mijn zus zich heeft misdragen. En ik ben eigenlijk de andere kant van de... Ja, ik ben de heilige woon. En Sanne leeft voor twee. Wil jij er nog iets over zeggen? Nee, ik ben het niet eens. Oké. Okay. Ze hangt zelfs hier. Niet aan te ontsnappen. Maar ja, wat een held is het ook. Hier zitten ook mensen van ons hoor. Hey! Onko slim, het leek dat je ziet zelf nog niet. It's me. Hey girl, hey. Gaan jullie al? Ha, ik moet nog even tapen. Oh, ik schrik me dood. Je hebt tijd, meid. Gelukkig. Tijd. Maar je ziet jullie helemaal niet daar. Wat stom. Ja, het ziet er mooi uit hoor. Ik even een check-up als ze wel op zijn vinger. Ja, bij jou wel, wifey. Oh. Oh. Dank, tot zo. Tot zo. Nou, Serena, je hebt het al gezien, hè? Als we penalties hebben, switch! Echt knap ben je, Daan. Yes! Ik wil het graag horen, is helemaal niet waar. Lullig. Nee hoor, dit is wel waar. Oh, dank je, dank je. Nou, zoals je ziet...
meiden. Richten ons trainingsveldje op de Algarve. Maar we mogen niet vertellen wat we gaan doen, maar we gaan wel een beetje laten zien wat er behind the scenes gaat gebeuren. Dus ja, kijk maar naar het volgende stukje weer. Ja, tot straks. Ja, ik zit hier in de visagie. Superleuk, deze vrouw hier, die is heel erg aardig en lief. Dus ik hoop dat ze me ook heel erg mooi gaan maken. Ja, ze gaan iets met mijn haren doen en mijn make-up vooral. En dan zullen jullie zo zien hoe ik getransformeerd ben. Weten, ze hebben me de Sherida look gegeven, zoals je ziet. Deze mag lekker de haar los. Los. Hey, jij rookt ook de Sherida look. Ja, ik rook vandaar ook de Sherida look. Marten? Ja, allemaal Sherida'tjes nu. Het is carnaval. We zijn allemaal voor carnaval. Oh ja, alaaf, 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 alaaf. Ja, precies dat. Mooi. Ik doe ook even alsof ik fotograaf ben. Camera. Ja. Zo ziet het er dan uit, jongens. Lach maar naar mij, jongens. Oh, daar neemt de grap over. Aanval doen. Mama, vind je het leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Pindakaas. Sherida pindakaas. Smaakt pas lekker. Of smaakt allemaal hetzelfde. Nee, wil je ook een foto met de pindakaas? Kika. Yay. Dit is ons eten. Sla, groentes, hi, hallo, even verkeerde portugees, pasta voor de koolhydraten, vis, sausje, steak, lasagne. Pasta salades. Ja, ziet er goed uit, hè? Een beetje. Hi! Hi! Wie is dat, tante? Daan, hè? 1, 2. Goed zo! Nou, dit was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Volgende keer gaat er iemand anders zijn. Of waarschijnlijk ook super leuk. Dus leuk dat jullie ons volgen. En blijf het vooral doen. Wij vinden het helemaal top. Lekker slapen. En tot snel.